Wie omhoog kijkt naar de sterren, kan verdwalen in de onbevattelijke hoeveelheid vonkelingen. De immensiteit van het heelal is overweldigend en je kunt je, als mens op aarde, klein en nietig voelen. Dat gevoel is voor veel mensen in het bedrijfsleven herkenbaar. De CSRD, de EU-richtlijn die duurzaamheidsverslaggeving verplicht, hangt voor veel bestuurders als een uitdijende sterrenhemel boven hen. Sinds de invoering van de CSRD doen men duizenden datapunten, richtlijnen en voorschriften op. Van CSRD tot ISRS en van IRO tot dubbele materialiteit. Wat is het doel en waar te beginnen? En hoe leidt dit allemaal tot een duurzame transformatie en toekomstbestendigheid van de gehele organisatie? Elk antwoord start, in mijn optiek, bij de dubbele materialiteit. Vandaag hebben we het over de dubbele materialiteitsanalyse. De dubbele materialiteitsanalyse, ook wel DMA genoemd, is wat mij betreft de polster. Wie het juiste processen volgt, merkt dat de DMA focus aanbrengt en ervoor zorgt dat je als bedrijf weet waar je op moet concentreren. Het helpt je navigeren in een overweldigende wereld van CSRD-verplichtingen en nieuwe verwachtingen. Het helpt je uiteindelijk, simpel gezegd, duurzaam en toekomstbestendig te acteren. Maar wat is de dubbele materialiteit precies? De dubbele materialiteit is vanuit de Corporate Sustainability Reporting Directive het startpunt voor rapportage en strategie. De CSRD schrijft voor dat je als bedrijf een analyse uitvoert die bepaalt over welke duurzaamheidsonderwerpen je rapporteert. Van klimaatverandering tot biodiversiteit, van het interne diversiteitsbeleid tot gelijke betaling bij gelijk werk. En van bescherming van klokkenluiders tot goed zakelijk gedrag. De lijst van onderwerpen is lang en divers. Maar voor rapporteren alleen word je niet duurzaam. Daarom schrijft de richtlijn ook voor dat je rapporteert over de strategie, de doelstellingen en de acties die het bedrijf ontwikkelt. De materiële thema's die je kiest als bedrijf zijn dus leidend en bepalend voor de strategie van het bedrijf. Hoe je tot die materiële thema's komt, dat gebeurt aan de hand van de dubbele materialiteitsanalyse. Die analyse bestaat uit twee assen. Enerzijds bekijk je als bedrijf de impactmaterialiteit. Bij de impactmaterialiteit gaat het om de impact van de organisatie op mens en natuur. We noemen dit ook wel de inside-out view. Deze blik richt zich op zowel de positieve als negatieve impact op de korte, middellange en lange termijn en op zowel de huidige als de potentieel toekomstige impact. Denk hierbij aan scope 1, 2 en 3 emissies, aan bevestigde incidenten van corruptie of aan het aantal arbeidsongevallen. Anderzijds bekijk je bij de invoering van CSRD de financiële materialiteit. Financiële materialiteit richt zich op de outside-in view. Het kijkt naar de kansen en risico's die zich vanuit duurzaamheid in brede zin, dus ES en G, voordoen en die financiële consequenties hebben. Denk hierbij aan de impact op de toekomstige omzet, winst of de waardering van gebouwen, fabrieken en schulden van de onderneming. Twee kernwoorden bij deze financiële materialiteit zijn middelen en relaties en het belang dat je hier als bedrijf toegang tot hebt. Als we denken aan middelen, wat is dan het risico van bijvoorbeeld klimaatverandering op de toegang tot grondstoffen die cruciaal zijn voor de onderneming? Graan, soja, hout, cacao, energie of menselijk kapitaal. Voor veel bedrijven is toegang tot deze middelen alles bepalend voor de levensvatbaarheid van de onderneming. En als we kijken naar toegang tot relaties, kan de onderneming nog wel een beroep doen op zakelijke relaties zoals banken, klanten en leveranciers bij een grote vervuiling of bijvoorbeeld schadelijke reclame aan kwetsbare jonge doelgroepen. Voor stakeholders als investeerders en financiële instelling is deze financiële materialiteit essentieel. Binnen de dubbele materialiteitsanalyse is de betrokkenheid van stakeholders van groot belang. Het gaat er niet alleen om wat jij als bestuurder of als bedrijf belangrijk vindt. Het gaat er vooral om wat de stakeholders en experts als materieel beschouwen. Zij zijn een wezenlijk en verplicht onderdeel van het proces om tot die dubbele materialiteitsanalyse te komen. In dat kader heb ik vanuit de door CSRD voorgeschreven stakeholderdialogen veel gesprekken met financiële instellingen. Zij stellen een financiële analyse op voor de duurzaamheidsonderwerpen, om op basis daarvan investeringsbeslissingen te nemen. Zonder robuuste rapportage en verslaggeving van het bedrijf zelf maken zij keuzes op basis van informatie die je als organisatie niet zelf in de hand hebt. Dat maakt nogmaals duidelijk wat het belang is van een goede DMA om tot transparante rapportage, een duurzame strategie en geïntegreerde transformatie te komen. Maar hoe ziet dat proces om tot een goede DMA te komen er dan uit? Een goed DMA-proces is als een trechter die filtert en leidt tot focus. In 5 stappen bewegen we van een grote hoeveelheid ESG-thema's naar potentieel materiële thema's naar een concrete duurzaamheidsstrategie. Stap 1. Begrip krijgen bij de gehele waardeketen. Het gaat hier dus
niet alleen om de eigen operatie, maar om de waardeketen van leveranciers en klanten. Stap 2. Lijst maken met materiële thema's. Dit doe je op basis van ESRS-standaarden. Thema's waar het bedrijf eerder over heeft gerapporteerd en thema's waar andere vergelijkbare ondernemingen over rapporteren. Stap 3. Vaststellen van IRO's, impacts, risks en opportunities. Via de thema's die het meest relevant zijn voor jou als organisatie, formuleer je de impact, risico's en kansen. Voor risico's is het belangrijk om aansluiting te zoeken bij het risicomanagement van de organisatie. Idealiter is er een volledige integratie van financieel en niet-financieel risicomanagement, waardoor de ESG-thema's kenbaar worden vanuit het risicomanagementsysteem. Dit is een belangrijke stap in het proces en de betrokkenheid van externe stakeholders is hier van groot belang. Wat zeggen stakeholders en experts via vragenlijsten en één-op-één interviews over impact, risico's en kansen van de diverse maatregele thema's? Aan de hand van deze meningen en de eigen analyse geeft de organisatie een score aan de voorgestelde maatregele thema's. Voor impact is dat op basis van de ernst van de impact en de waarschijnlijkheid. Voor financiële materialiteit wordt gekeken naar de kans op financiële effecten en de omvang daarvan. Stap 4. Valideren van de eindresultaten en het vaststellen van drempelwaarden. In de vorige stap is het scoren van de voorlopig geselecteerde materiële thema's het sluitstuk. In deze stap bepaal je door het stellen van de zogenoemde drempelwaarde, een waarde die niet wordt voorgeschreven, welke thema's daadwerkelijk materieel zijn. Hier scheidt het kaf zich van het koren en ontstaat de focus. Een robuust en transparant proces om tot deze drempelwaarde te komen is hierbij belangrijk. Maar let op, dit proces is niet vrijblijvend. De onderneming moet ook toelichten wat de rol van de bestuurs- en toezichthoudende organen is in de totstandkoming van de materiële onderwerpen. En de accountant moet in eerste instantie limited assurance geven bij het volledige proces. We verwachten dat dit in de toekomst wordt omgezet naar reasonable assurance. Stap 5. Aan de slag met de rapportage en strategie. Het is tijd om aan de slag te gaan met de duurzaamheidsstrategie. Nu de definitieve materiële thema's zijn vastgesteld, is het zaak om doelstellingen te bepalen, beleid op te zetten, meetpunten vast te stellen en actieplannen te maken. Zo, van impactmaterialiteit tot 5-stappenplan. Dit was de dubbele materialiteitsanalyse in een notendop. De kern van mijn verhaal? De dubbele materialiteitsanalyse is essentieel voor strategieontwikkeling en rapportage. Het is een hulpmiddel in de duurzame transformatie. Wie dit proces zorgvuldig doorloopt, blijft relevant en toekomstbestendig. Met elkaar creëren we een duurzame economie en zetten we ambitie om in daden. Samen zorgen we dat jouw acties ertoe doen.